hier is Wendy. We zijn aangekomen bij week 18, ronde 24. En we gaan hoek 2, oftewel kant B, gaan we nu haken. We gaan beginnen met kleur nummer 4. En die gaan we aanhechten in de eerste steek. En kleur nummer 4 gaan we haken in TTKS. Tunisian Twisted Knit Stitch. We gaan hem aanhechten. In dezelfde steek een tweede. En we gaan 3 en 4 en 5 en 6. 6 steken op de haaknaald. 1, 2, 3, 4 en 5. In de vijfde steek gaan we een keer losse halen en we gaan hem terughaken. 5 en 6. En we gaan hem twisten. En vanaf de eerste steek kan je of voor het draadje langs, blijf het zeggen, of twisten en dat is achter dat kleine draadje langs en hem laten twisten. En dan hebben we 3. Ben ik in frame hier. En 4. En 5. En 6. In de tweede steek een keer losse halen en we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6. En we gaan weer twisten. En 4. En 5. En 6. In de derde steek een keer lossen en we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6. En we gaan weer twisten. 3. En 4. En 5. En 6. In de vierde steek een keer lossen en we gaan weer terug. 4. 5, 6. En dan gaan we in de steek twisten. 4, 5 en 6. En we gaan de vijfde toer haken. En dan zijn we alweer klaar met het eerste blokje in kleur nummer 4. We gaan wel even tellen. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan hem in de twist afmaken met een vaste. Dus afhechten met een vaste en in de twist. 3 en 4 en 5. Aanhechten in het volgende blokje met een halve vaste en een losse. En die trekken we aan als afsluitknoopje. Gaan we die afknippen? Jazeker. En we gaan naar kleur nummer 3. Middenblauw. We gaan hem aanhechten en middenblauw. Kleur nummer 3 is TSS Tunisian Simple Stitch. We gaan hem aanhechten. In dezelfde steek een tweede. En de volgende is 3 en 4 en 5 en 6. En we gaan 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek gaan we een keer losse halen. En we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6. En we gaan TSS haken. 3, 4, 5 en 6. In de tweede steek een keer lossen. En we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6. En dan gaan we weer. 3, 4, 5 en 6. In de derde steek een keer lossen en weer terug. 5e toer. 1, 2, 3, 4 en 5 steken opgehaald. Dus 6 op de haaknaald en we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6.
1, 2, 3, 4, 5 toeren ga ik. Dus we gaan een halve vaste. Gaan we de afhecht toer maken voor Tunisian Simple Stitch. 3. En 4. En 5. Aanhecht in het volgende blokje. Met een halve vaste, een losse en een afsluitknoopje. Deze gaan we weer afknippen. We gaan naar kleur nummer 2. En kleur nummer 2 gaan we aanhechten. En die gaan we niet met de achterkant van mijn haaknaald. Dat zou me niet handig lijken. En we gaan hem aanhechten. En dan in dezelfde steek een tweede. En de volgende. 3 en 4 en 5 en 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vijfde steek gaan we een draad halen. En een begintoer maken voor kleur nummer 2. Die we haken in TKS Tunisian Knit Stitch. En dan voor dit draadje, deze, gaan we naar achteren. En dan de rest is tussen de twee steken door de TKS haken Tunisian Knit Stitch. In de tweede steek een keer lossen en weer terug. 2, 3, 4, 5 en 6. En dan weer tussen de twee draadjes door. 3, 4, 5 en 6. Ik werk ook zo losjes mogelijk, hè, want het is een hele compacte steek van zichzelf al. Dus als je dan ook nog gaat trekken aan je draad, krijg je gewoon een plankje eigenlijk als TKS. En dat is niet de bedoeling. 4 en 5 en 6. In de vierde steek een keer lossen en weer terug. 4, 5 en 6. En we gaan nog één toertje. Ja hoor. Nog één keer breien. 4, 5 en 6. In de zesde steek een keer lossen en we gaan weer terug. 1, 2, 3, 4, 5 keer aangehecht. Dus we gaan in de steek en een vaste. Gaan we het blokje afhechten. In de steek, vaste. En dat is 4. En dat is 5. Aanhecht in het volgende blokje met een halve vaste. En een losse. En een afsluitknoopje. Deze gaan we afknippen. Want we gaan naar 2 blokjes van 5. Wordt de ster completer. En kleur nummer 5 gaan we haken in TPS Tunisian Purl Stitch. Draad aan de voorkant betekent dat. En daar gaat hij in de eerste steek. We zijn in frame. En dan gaan we in dezelfde steek een tweede. En dan in de volgende is 3, is 4, is 5, is 6. Ik moet even een slokje van koffie. Ik had even een koffietje meegenomen, want ik had net een stukje kaneelbrood op. Maar ik wist al, ja, kaneelbrood, dat gaat natuurlijk wel heel erg proeven in je mond. 1, 2, 3, 4, 5. Dus even een beetje koffie. En we gaan weer terug. 5 en 6. En we gaan draad aan de voorkant TPS haken. 1. Draad aan de voorkant. En 4. Draad aan de voorkant. En dat is 6 op de haaknaald. In de tweede steek een keer lossen en weer terug. 2. 3. 4. 5. En 6. Draad aan de voorkant. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. En we gaan in de zijkant een keer loshalen en weer terug. 3, 4, 5
En 6 draad aan de voorkant. En dat is 3. En 4. En 5. En 6. In de vierde steek alweer. Ja hoor. Een keer los en weer terug. En we gaan de laatste toer weer draad aan de voorkant alle steken opzetten. En 5. En 6. In de laatste steek van dit blokje gaan we 5e toer opzetten. 3, 4, 5 en 6. En we gaan eerst even tellen. Al is het zwart waarschijnlijk niet te zien. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan hem afhechten met een halve vaste. Onder de draad door en door 2. Of draad naar voren en ook door 2. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. Met een halve vaste, een losse en een afsluitknopje. En we hebben er 1 gehad, dus we mogen er nog eentje doen. Dus in dezelfde steek een tweede, in de volgende, boven het horizontale draadje voor degene die een TKS haken. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. Ik had 1 toer zo zwaar sterk gehaakt dat ik erop let dat ik wat rustiger haak met die afhechttoer. En dat merk je met insteken dat ik ze nu gewoon kan oppakken. Even dat extra draadje weg. We hebben er 6. 1, 2, 3, 4 en 5. In de 5e steek een keer lossen. En we gaan de begintoer opzetten voor kleur 5 TPS. Het tweede blokje. Draad aan de voorkant. En we gaan hem weer opzetten. En nu dat we hem zoveel gehaakt hebben, vind je hem al makkelijker haken dat je zegt, nou, eigenlijk valt die steek wel mee of vind je het nog steeds een mindere steek? Om het maar even netjes te zeggen. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. In de tweede steek je een keer loshalen en we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6. En draad aan de voorkant. Gaan we de toer weer opzetten. 3 en 4 en 5 en 6. In de derde steek een keer los en weer terug. 2, 3, 4. 5, 6, draad aan de voorkant. En we gaan hem weer opzetten. 3. En 4. En 5. En 6. In de vierde steek een keer los en weer terug. 3 en 4 en 5 en 6. In de zelfde steek een keer, of in de 5e steek een keer lossen en weer terug. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 keer aangehecht. Dus we gaan afhechten met een halve vaste. En het liefst zonder extra draadjes. Twee. En drie. En vier. En vijf. Aanhechten in het volgende blokje in de eerste steek met een halve vaste. Een losse met afsluitknoopje.
We hebben er 2 in 5 gehad. Dus we gaan hem afknippen, want we gaan nu naar kleur nummer 1. Dus we gaan 1 aanhechten. En 1 gaan we haken in TSS Tunisian Simple Stitch. Dus we gaan in de eerste steek. In dezelfde steek een tweede. En in de volgende is 3. In de volgende is 4. In de volgende is 5. In de volgende is 6. 1, 2, 3, 4 en 5. We gaan hem aanhechten met een keerlosser. En de begintoer opzetten voor kleur nummer 1. Die we haken in TSS. En dus gewoon onder het draadje en we zetten hem erop. Lekker makkelijk. 3, 4, 5 en 6. En de tweede toer gaan we erop zetten. 3, 4, 5 en 6. 3, 4, 5. En 6. Nou, deze deken ben ik voor Caroline aan het haken. Die gaat binnenkort opgestuurd worden naar Caroline. Ik zou eerst naar de meet and greet gaan. Maar zoals het er nu uitziet op 10 juni gaat dat niet lukken. Want mijn man zit helemaal tegen de, ik geloof, Poolse grens aan in Turkije voor een cursus op die vrijdag. En dan komt hij midden in de nacht thuis. En zaterdag hadden wij de meet and greet. Dus ja, ik had zoiets van als die dan om 2-3 uur thuis komt en ik mag er meteen om 6 of 7 uur weer uit om op tijd in Almere te zijn met de trein. Dat gaat dan waarschijnlijk niet worden. Dus hoogstwaarschijnlijk ga ik niet naar de meet and greet. Maar ik wil wel dat Caroline de deken heeft als de anderen er zijn. Dat ze dan in ieder geval de deken kan laten zien. Dus ik ben snel aan het haken om hem af te krijgen. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 toeren gehaakt, jawel. En we gaan afhechten met een halve vaste. Dat is 3, en dat is 4, en dat is 5. En we gaan hem aanhechten in de eerste steek met een halve vaste en een losse. En dan maken we een afsluitknoopje van. Dat was kleur nummer 1. We gaan naar kleur nummer 2. Waarin ik me verbaasde bij de hoek 1 kant, dat ik zei van, hè, 2 hier. Maar ik was natuurlijk vergeten dat kleur nummer 2 gaat om de deken heen als kleur. Dus we gaan 2 veel tegenkomen in de komende toeren. Dus de TKS ga je ook nog veel moeten haken. Dat is gelukkig een makkelijke steek dus. Dat is niet zo moeilijk. In de tweede steek een extra draad en dan 3 en 4. En 5. En 6. 1, 2, 3, 4, 5. We hebben 5. In de 5 gaan we een keerlosser halen. En we gaan de begintoer opzetten voor TKS Tunisian Knit Stitch. En dan gaan we voor het eerste draadje gaan we gewoon de draad oppakken. En nu tussen 2 draadjes door gaan we breien. 4 en is 6 op de haaknaald, keer lossen en terug. 3, 4, 5, 6. En nu kunnen we gewoon overal tussen 2 draadjes door breien. 5 en 6. Dus deze deken wordt voor Caroline. Ik heb er nog eentje, die is in persik kleurtjes. Die ga ik wegleggen om cadeau te geven aan iemand, weet nog niet wie. En ik heb er nog eentje gehaakt met zeemangaren. En ik denk dat ik die ga weggeven aan een goed doel. Als bijvoorbeeld troostdeken of voor in het ziekenhuis voor kindjes. Moet ik nog even zoeken wat ik daarmee ga doen. En misschien tegen de tijd dat het september is, dat ik hem, wanneer jullie dit filmpje zien, zal ongeveer september zijn, denk ik. Oktober. En dan heb ik hem waarschijnlijk al weggegeven. Maar ik ben nog op zoek van aan wie zal ik het schenken. Welke goede instelling. Of gewoon bij het ziekenhuis afgeven. Ik moet nog even over nadenken. Die is met soft gehaakt van Zeeman. Die heb allemaal blauw en geel tinten. Blauw, geel, wit. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan afhechten met een vaste. In de steek en een vaste.
En dan is de vraag weer van deze tutorial. Voor wie haak jij de deken? Voor jezelf? Is het een cadeautje? Is het voor familie? Of ben je gewoon zomaar begonnen en krijgt die ook misschien een hele mooie, goede bestemming? En als je het leuk vindt, mag je weer hieronder reageren. Of zet het op Facebookgroep Sterrendeken van Muis. Ook leuk. We hebben kleur nummer 2 gehaakt. Die gaan we afknippen. En we gaan weer een blokje 5. Want kijk, de ster gaat omhoog. En kleur nummer 5 gaan we aanhechten. In de eerste steek. Met een halve vaste vastmaken. In dezelfde steek een tweede. En de volgende is 3. En 4. En 5. En 6. 1, 2, 3, 4 en 5. We gaan in de vijfde steek een keer loshalen. Zonder extra draadje. En de begintoer opzetten voor kleur nummer 5. TPS, Tunisian Pearl Stitch. Dus draad aan de voorkant. En we gaan weer mooi haken. 3. En 4. En 5. En 6. En dat ik die deken ga weggeven komt omdat ik... In mei heb ik wol weggegeven. Ik had mijn zolder opgeruimd en ik had zo ontzettend veel wol waar ik niks mee deed. Dus dat heb ik weggegeven. Eerst had ik wat de mooiste spullen waren verkocht van bekende merken. Maar ik had nog allemaal aangebroken bolletjes en best wel moeilijkere kleuren. Wel mooie kleuren hoor, want dat blijkt wel. En die heb ik allemaal weggegeven aan 3 verschillende mensen. En er was nog wat over en dat, het is nu juni, ik heb het nog liggen, dus dat gaat ook nog weggegeven worden. Weet nog niet aan wie, misschien voor een school of zo. Het is veel zwart, dus misschien kunnen ze daar iets mee voor Halloween iets maken of zo. En toen heeft Anja van mij heel veel, die heeft eigenlijk de meeste wol gekregen, want zij maakte troostdekentjes en mutsjes en sjaaltjes en schoentjes. En dat vond ik zo'n mooi gebaar. Dus ik ben gelijk gaan kijken en rondkijken wat dat inhoudt. En dan kom je verschillende Facebookgroepen tegen. En toen kwam ik op het idee om mijn sterrendeken ook weg te geven. Want heel veel troostdekens en dergelijke hebben ze het over dat hun kindje een sterretje geworden is. Toen dacht ik, nou toepasselijker om een sterrendeken voor iemand te maken kan dan bijna niet. Dus ik zoek even... de groep die er voor mij bij mij past, dat ik zeg van, nou, daar wil ik hem aan geven. En dan vind ik het leuk om mijn allereerste gehaakte sterrendeken weg te geven. Dat is dan in soft van Zeeman gehaakt. 4, 5 en 6. En die hebben 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan de draad aan de voorkant afhechten. Althans, als je met mij in TPS wil afhaken, wil je gewone afhechttoer, dan alleen maar je draadje aan de voorkant oppakken en je draad door 2. En de draad is dan gewoon aan de achterkant. Dat was de moeilijke uitleg van de afhechttoer. 5. En aanhechten in het volgende blokje met een halve vaste, een losse en een afsluitknoopje. Was het er maar 1? Die we moesten, 1, 2, 5, ja, het was er maar 1. Dan gaan we naar 1. Dus we krijgen het volgende groepje van 1, 5, 1. Ik heb het per 3 opgeschreven, zodat het makkelijk voor mij is om te zien waar ik gebleven ben. En te zorgen dat ik jullie de goede kleuren en de goede steek doorgeef. Daar heb ik een extra draadje, dus even overnieuw insteken. En aanhechten. In de tweede steek een tweede draad halen. Er zit hier echt een eigenwijs draadje. En in de volgende is 3. Zit ik in frame? Ja. En dat is 4. En 5. En 6. En ik ga eerst weer even een slokje nemen. En we gaan een keer lossen halen. 1, 2, 3, 4, 5. En we gaan een begin toemaken voor TSS. Tunisian Simple Stitch. Dus
Dus lekker draadje onder de draad door. En op je haaknaald, meer niet. 3, 4, 5 en 6. Ja, ik weet het. Ik had moeten zeggen, lekker makkelijk. Maar ik deed het niet. Ja, toch wel. Toch weer wel gezegd. 3. Het zit er zo ingebakken, omdat je dat in het begin zoveel gezegd hebt, dat die zinnetjes allemaal toch in je hoofd aan spoken. En dat ik denk van, niet altijd hoef je te zeggen, Wendy. Maar ja, hij zat zo op mijn tong van, zal ik het weer zeggen? 2, 3, 4, 5 en 6. En we gaan de vierde toe raken. Wow. 1 en 2 en 3 en 4 en 5. En we gaan weer terughaken. Het is trouwens nog steeds niet gelukt om een potje te halen bij de winkel waar ik dat wilde doen. Nog steeds niet zo ver gegaan. En we hebben hier heel dichtbij een winkeltje en wat verder weg een winkel. En de dichtbij winkel heeft dan echt alleen maar de basis supermarkten. En niet dan het bedrijf waar ik dan het potje heb gehaald. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we afhechten met een halve vaste. Maar vanmiddag, eind vanmiddag, gaan we naar het grote centrum in Hoofddorp. En daar kan ik dan wel even dat potje weer halen. Dus waarschijnlijk bij het volgende filmpje staat er weer mijn mooie potje. Want ik mis hem wel, moet ik zeggen. Met het naaldje makkelijk erin en zo. We hebben kleur nummer 1 gedaan. Dan gaan we naar kleur nummer 5. En ga ik dat nog redden? Ja, ik denk het wel. Het is echt het einde van het bolletje. Maar mijn tweede bol ligt al klaar. We gaan aanhechten. In dezelfde nog een draad halen. En de volgende is 3. Is 4. Is 5. Is 6. 1, 2, 3, 4 en 5. Deze steek aan de onderkant. En we gaan de begin toemaken voor kleur nummer 5. TPS. Tunisian Purl Stitch. En we gaan draad aan de voorkant. En dat is 3. Draad aan de voorkant. 4. En 5. En 6. In de tweede steek een keer loshalen en weer terug. 3. 4. 5 en 6. Ik hoop dat ik kan blijven draaien, want de hooikoorts begint. Meestal 's middags rond een uur of 1:30, 2:00. En dat is het nu. Het lijkt het wel alsof de concentratie hoger is of zo. Want elke keer als ik dan zit te filmen, denk ik, oh jee, komt er een niesaanval aan. En gisteren ook ben gewoon 10 minuten even het filmpje op pauze gehad. Want ik kwam gewoon niet uit de niezen, uit de niesbui. Nou, dat vind ik toch geen gehoor op het filmpje. Af en toe al snuffen van het hooikoorts, maar ja, dat is dan maar zo. Maar ik probeer er toch zoveel mogelijk op te letten om dat niet te doen. Omdat het niet zo smakelijk is, vind ik. 4 en 5 en 6. Zijn er eigenlijk onder mijn volgers mensen die nu nog luisteren, ook mensen die hooikoorts hebben? En dan begrijp je ook waarschijnlijk waar je tegenaan zit te boksen in de zomer. Maar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar of er ook mensen zijn die net als ik hooikoorts hebben. En heb je er, wat voor last heb je ervan? Want niet iedereen heeft blijkbaar hetzelfde last. Ik heb echt de hoeken van mijn ogen, de binnenkant zeg maar, bij mijn traanbuis daar. Oh, een jeuk, niet normaal. Mijn ogen worden ook de afgelopen week heel erg rood. Dat is nieuw, want dat had ik al heel lang niet meer gehad. Maar ik heb begrepen dat de concentratie gewoon heel erg hoog is op dit moment in 2016. Dus daar heb ik last van. En dan 1, 2, 3, 4, 5. En we gaan afhechten met een halve vaste. Nou, je weet wel hoe dat werkt. Dus we gaan niet de moeilijke uitleg doen van net. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. En aanhechten in het volgende
blokje in de eerste steek. Oeps. Is dit ook de eerste steek? 1, 2, 3. Beetje moeilijk te zien. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4. Ja, het is zwart hè. Zwart is echt wat dat betreft best wel moeilijk om te zien. Maar beter even twee keer controleren als fout insteken. Dat ga je terugzien. Was het maar één blokje? Ja, het was maar één blokje. We gaan naar kleur nummer 1. Die gaat er weer mooi tussen. En kleur nummer 1 gaan we aanhechten. En die gaan we haken in TSS, Tunisian Simple Stitch. En we gaan in dezelfde steek een tweede. En dan boven het horizontale draadje een derde, een vierde. En dan gaat die lukken. Ja hoor. Een vijfde. En een zesde. 1, 2, 3, 4 en 5. In de vijfde steek een keer lossen. In frame. En we gaan weer terug. Kleur 1 gaan we haken in TSS, Tunisian Simple Stitch. 1, 2, 3, 4, 5 steken opgehaald. In de tweede een keer lossen. En we gaan weer terug. En waar ik het net over had, dat ik de deken voor een goed doel haak. Weet je nog een goed doel? Mag je het altijd hieronder in de beschrijving zetten of in een reactie plaatsen? Ik kijk het altijd even na. En stel voor dat ik weer iets gehaakt heb en dat ik denk, want ik haak natuurlijk heel veel voor. Wat zal ik ermee doen? Wie weet kan ik het dan weggeven aan het goede doel. Want ik ben gek op goede doelen steunen in dat opzicht. Als ze aan de deur komen voor geld bedelen, dat doe ik nooit. Maar als ik zeker weet dat het goed terecht komt en dat mensen er dankbaar voor zijn wat je gedaan hebt. En zeker dan in Nederland. Dat je gewoon je Nederlandse medemensen er blij mee kan maken. Ja, dat vind ik heel erg leuk om te doen. 3, 4, 5 en 6. Dus heb je nog een leuke Facebookgroep? Plaats hem hieronder als een reactie. Dan kan ik weer gaan... Ja, als ik het een mooie actie vind, dan like ik ook de pagina, zodat ik op de hoogte blijf van de acties of van de gevraagde dingetjes die ze zoeken. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan een afhecht toemaken met een halve vaste. 2 en 3 en 4 en 5. Aanhechten in het volgende blokje. En ik ga weer even kijken. 5, dat is deze in de eerste steek. Met een halve vaste, even een beetje aantrekken, halve vaste, een losse en dan maken we een afsluitknoopje van. En we gaan naar, even kijken hoor, dit was 2, 5, 1, 5, 1. Gaan we nu naar kleur nummer 5. We hebben nog drie blokjes en dat is 5, 1 en 5. En dit is wel een klein draadje, dus die ga ik zelf wel laten proberen. Ik pak even mijn andere bol erbij. Kijk, het is nog over. Maar ik ben nog niet, want aan de andere kant moet ik nog haken. We zijn natuurlijk nu met hoek 1 en 2 bezig. En die moet ik aan de andere kant natuurlijk ook nog maken. En heel eerlijk gezegd ben ik daar een paar toeren terug nog bezig. Om dus voor mezelf sneller op te nemen, ben ik met deze al verder in de toeren als aan de andere kant. Niet verder vertellen. In dezelfde steek een tweede, want we hebben aangehecht. En we gaan weer uit de steken de draden ophalen. 3 boven de horizontale draad. En 5 en 6. 1, 2, 3, 4 en 5. In de vijfde steek gaan we een keer loshalen. En we gaan de begin toemaken voor kleur nummer 5. Die we haken in TPS. Draad aan de voorkant. 1. 2. Oeps, bel maar door één draadje graag. Draad aan de voorkant. 4. En 5. En 6. We
gaan in de tweede steek een keer lossen en we gaan weer terughaken. 3, 4, 5 en 6. Een beetje draad pakken, want die bol is iets strakker opgerold. Draad aan de voorkant. 3 en 4 en 5 en 6. In de derde steek een keer loshalen en we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6. Draad aan de voorkant. 3, 4, 5 en 6. En dan terughaken. En draad aan de voorkant. En 6. En in de vijfde steek een keer lossen en we gaan weer terug. 2 en 3 en 4 en 5 en 6. En we gaan de afhecht toemaken en ik ga even mijn deur dicht doen, want mijn deur is open blijven staan. En er is even dicht doen. Het is vrijdagmiddag en ik hoor dat er allemaal kindjes thuis gaan komen. Dus ik denk, voordat er veel te veel lawaai op de achtergrond is, we gaan de afhecht toemaken van TPS. En dat is dus de halve vaste door 2. En dat is 3. En als je de steek afhaakt, het draadje aan de voorkant. 4. En 5. Aanhechten in het blokje met een halve vaste en een losse met afsluitknoopje. En we gaan hem afknippen, want we gaan naar kleur nummer 1. En kleur nummer 1 gaan we haken in TSS, Tunisian Simple Stitch. En waar ik bij de vorige toeren echt moest haasten van, oh jongens, gaan we het redden. Vind ik het toch wel heel fijn dat er nu steeds blokjes afgaan, elke toer. En dat we tijd genoeg hebben om te filmen, dat ik niet hoef te haasten of daar druk over hoef te maken in mijn hoofd. En dat is 3 en 4 en 5 en 6. 6 steken op de haaknaald en we gaan 1, 2, 3, 4 en 5. In de vijfde steek een keer lossen en we gaan weer terughaken. 2, 3, 4, 5, 6. En we gaan Tunisian Simple Stitch erop zetten. Dus gewoon onder het draadje en op de haaknaald. 5 en 6. In de tweede steek en we gaan weer terughaken. En dan gaan we weer 3, 4, 5 en 6. In de derde steek gaan we een keer loshalen en we gaan weer terug. En we gaan hem weer opzetten. 1, 2, 3. 3, 4 en 5. In de vijfde steek gaan we een keer loshalen en weer terug. En de vijfde steek. 3, 4, 5, 6. Vijfde keer loshalen. En dan hebben we blokje 1 alweer gehaakt. 1, 2, 3, 4, 5. Dus we gaan afhechten met een halve vaste. 3. En 4. En 5. En 6. Oeps. Had je gedacht. In de volgende steek aanhechten. In de eerste steek met een halve vaste, een losse en afsluitknoopje. We knippen hem weer af en we gaan naar kleur nummer
5. Even kijken, waar ben je? Hier. En 5 gaan we natuurlijk weer haken in TPS, Tunisian Purl Stitch. We gaan hem aanhechten. In dezelfde steek een tweede. In de volgende is 3. In de volgende is 4. In de volgende is 5. In de volgende is 6. 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek gaan we een keer loshalen. En we gaan terughaken. 4, 5 en 6. En we gaan TPS haken, dus draad aan de voorkant. Even. Ja. 1. En 2. En 3. En 4. En 5. In de tweede steek een keer loshalen. En we gaan weer terug. 3. Oh, wel maar door één draadje. 4. Daarom is het ook zo belangrijk om te blijven tellen. Wat ik in het begin heel erg zei. Blijf tellen dat je 6 steken op je haaknaald hebt en weer 6 steken terug. 1. En 2. En 3. Het is een beetje zoeken naar wat je makkelijker vindt. Of je dat 5 telt of dat je 5 steken oppakt of dat je 6 op de haaknaald hebt. Ik doe het eigenlijk om en om. De ene keer tel ik tot 5 en de andere keer heb ik er 6. Maar dat zeg ik meestal voor jullie dan erbij. 5 steken opgehaald of 6 steken op mijn haaknaald. 4, 5 en 6. Draad aan de voorkant. We zijn de laatste 2 toeren. En dan gaan we weer afhechten. En dan hebben we ook kant 2, of hoek 2, kant B, hebben we gehaakt. En hier zit ik te prutsen. Dus ik ga hem even uithalen. Ik doe het even deze kant op. Doe ik hem even terug naar het begin. Beetje warme handen. Ik heb nu 2 filmpjes achter elkaar. En ik heb hele warme handen van het acryl. En het is buiten ook prachtig weer. Het is 10 juni 2016. En het is prachtig weer vandaag. Dus zometeen ga ik na dit filmpje ook lekker even genieten van het mooie weer. En straks dan eventjes naar het grote centrum van Hoofddorp. 6. Altijd gezellig om daar even te winkelen. 2, 3, 4, 5 en 6. Draad aan de voorkant. 3 en 4 en 5 en 6. In de vijfde steek een keer lossen en we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6. En we gaan even de aanhechtingen tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Dus we gaan afhechten met een halve vaste. En een halve vaste door 2. Of draad naar voren en ook een halve vaste door 2. Dat is 3. Dat is 4. En dat is 5. We gaan hem aanhechten in het blokje met een halve vaste en een losse. En dan maken we een afsluitknoopje van. En dan knippen we hem af. En dan als het goed is, hebben we gehad kant 2, week 18, ronde 24, kant of hoek 2, oftewel kant B, 4, 3, 2, 5, 5, 1, 2, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Hij klopt weer helemaal, dus we zijn weer klaar met de hoek 2. Je mag het nog een keertje herhalen, kant A en kant B, oftewel hoek 1 en hoek 2. En dan zie ik je heel graag volgende week weer terug. Bedankt voor het meeluisteren, voor het meehaken. Heel gezellig dat je er nog steeds bent. En ik wens je heel veel haakplezier deze week.
Tot de volgende tutorial. Dag!